Maarten van Stam zette deze video vrijdag op Facebook. De trimbaan. Schagenezen gebruiken het fietspad om naar de stad te komen. Het is ineens 9 uur. Maar nu het donker wordt, kan het niet meer zonder goede uitrusting. Ja, het is nu licht, maar als het dan donker is, dan moet ik wel naar buiten lopen met allerlei kerstverlichting op. En je ziet het allemaal knipperende lampjes. Ja, je loopt dan wel een kerstboom door het paadje heen. Maar het moet wel. Ja, het moet wel. Het is noodzaak, want anders zien ze je gewoon niet. Naast het fietspad staan wel lantaarnpalen, maar deze zijn niet in gebruik. Nee, deze lantaarnpaal is net zoals alle lantaarnpalen aan die kant. Die staat uit en alle lantaarnpalen aan die kant staan aan. En 's avonds en 's ochtends zijn die lantaarnpalen dus niet verlicht. Het gaat slechts om een paar honderd meter en dat is opmerkelijk. De gemeente heeft er wel een verklaring voor. Nou, dat heeft met de ecologische zone te maken. Een aantal zones die zijn aangewezen als ecologisch gebied. En daaruit volgt dan dat het wat donkerder is. De gemeente heeft besloten rekening te houden met de flora en fauna van het gebied. Maar daar heeft de buurt geen boodschap aan. Nou, ik fiets altijd om omdat ik er niet doorheen wil. Waarom niet? Nou, omdat het een beetje creepy is. Het is hier echt heel donker. En je kan niet zien of er iets op de weg ligt, of er mensen lopen. Ja, je hebt natuurlijk zo'n meisje gauw van de fiets afgetrokken, zeker als het alleen is. En ja, er zijn natuurlijk altijd omstandigheden dat ze toch alleen fietsen. Wat hoopt u dat er gebeurt? Ja, dat ze de lampen gewoon aanzetten, 's avonds en 's ochtends, voor de veiligheid. Voorlopig zitten ze nog even in het donker, maar de gemeente komt in het nieuwe jaar met een oplossing. In 2018 dan krijgen we allemaal nieuwe lantaarnpalen in Schagen. Zuinigere, betere lantaarnpalen. En dat geeft ons ook wat meer mogelijkheden, flexibiliteit. Dus er zijn wel mogelijkheden.